Nu komen we bij onze producten. We hebben op dit moment een dagcrème, een nachtcrème, een facial lotion en een facial scrub en een lipbalm. Allemaal voor het gelaat. Er komt binnenkort ook een facial maskertje aan. De dagcrème bevat dus al die ingrediënten en die is minder rijk dan de nachtcrème. Een dagcrème is een crème om je huid overdag te beschermen tegen de blootstellingen van buitenaf, het vuil, tegen de zon. Dus het is een goede beschermer die tegelijkertijd de huid wel de voeding geeft die het nodig heeft. Wat is heel belangrijk? Dat mensen een zeer goede routine hebben. Namelijk 1. Starten met het reinigen van het gelaat, zowel 's morgens als 's avonds. We starten met de facial lotion. De facial lotion is een reinigende melk die ze op een watje in cirkelbewegingen over de huid kunnen aanbrengen totdat die huid echt gereinigd is, totdat het watje nog steeds proper is. Ze kunnen naspoelen met water, maar dat hoeft niet. Het hoeft niet. In die facial lotion ga je zien al die ingrediënten daar ook in. Dus je huid wordt gereinigd op een heel milde manier, maar wordt meteen ook heel diep gevoed. Na de facial lotion kan je de cognacspons gebruiken. Die cognacspons is van de cognacplant en is een zeer krachtige, heel zachte, milde scrub voor het gelaat. Het bevat boordevol mineralen en voedingselementen die ervoor gaan zorgen dat je huid echt goed gereinigd is en gevoed. Dat kan je zowel 's morgens als 's avonds gebruiken. Vervolgens, mensen met een acne, met een eerdere vette huid of een gemengde huid gaan onze facial scrub gebruiken. De facial scrub kan 2 tot 3 keer per week. En mensen gaan ook echt voelen wat een verademing is dat het voor het gelaat. Het noemt niet voor niks boost of oxygen. Je merkt echt dat je huid zuurstof krijgt. Het gaat diep, maar heel zacht en heel mild reinigen. Omdat ook al die oliën mee in die scrub zitten, ga je tijdens de cirkelvormige bewegingen die je moet maken met de korrel, het is een heel zachte korrel, ook direct de voeding aan die huid meegeven. Dus die poriën worden diep gereinigd en tegelijkertijd krijgen die al meteen al de voeding die ze nodig hebben. Vervolgens naspoelen met water. Dat kan je 's avonds bijvoorbeeld in je avondroutine doen. En een laatste stap is dan het aanbrengen van de dagcrème 's morgens en al dan niet de nachtcrème 's avonds. Het verschil is dat een dagcrème je beschermt overdag. De nachtcrème is een zeer rijke crème, veel rijker dan de dagcrème. Die gaat echt heel erg inwerken op die celvernieuwing, op de elasticiteit, op wondjes, op die problemen. Het is ook een ideale oogcrème. Onze nachtcrème is een oogcrème. We hebben geen aparte oogcrème, omdat dat vaak een heel commercieel product is. Onze nachtcrème is echt een prima oogcrème die je dus ook overdag rond de ogen kan aanbrengen. Dus mensen kunnen zo een basis zetten en daarmee zijn ze volledig vertrokken. Ook de facial lotion mogen ze over de ogen doen om de ogen te reinigen. Dus met die set zijn ze eigenlijk helemaal klaar, zowel 's morgens als 's avonds. We hebben dan onze lipbalm. Onze lipbalm is ook volledig vegan. Er zijn heel veel lipproducten die bijenwas bevatten. Ik wou dat niet. Ik wil echt een product dat op en top natuurlijk is, zonder dingen vanuit de diertjes te gaan halen. Dus onze lipbalm is op dat gebied vrij uitzonderlijk, maar ook van hele goede kwaliteit. En die is speciaal ontwikkeld om te gaan zorgen dat onze lippen gaan herstellen. Daar zit bijvoorbeeld veel meer frambozenextract bij en nog andere ingrediënten voor het herstel van die hele, hele gevoelige huid. Ook al die 5 andere ingrediënten zitten erin. Dus die gaat echt werken op die lippen, die gaat die voeden en je gaat ook merken dat je niet de hele dag door moet smeren. 1 keer en eigenlijk is dat oké. En die gaat zorgen dat die lippen gevoed zijn. Het maskertje dat we aan het ontwikkelen zijn, is een masker om de huid echt heel diep te voeden, ook echt heel intens in te werken op die rimpelvorming, op kleine rimpel, fijne rimpeltjes, maar ook mensen die echt een droge huid hebben. Het is echt een zeer, zeer intens voedend maskertje, maar daar komt er aan rond het voorjaar. Dan hebben we de producten voor het lichaam. Daar hebben we de body butter, de body scrub en de body wash. De body scrub, zoals gezegd, is voor het lichaam te scrubben. Heel belangrijk dat mensen hun lichaam scrubben, dat de dode huidcellen van het lichaam worden verwijderd en dat die nieuwe huid meteen wordt gestimuleerd en geprikkeld. En dat gebeurt door onze body scrub. Onze body scrub zit boordevol alle oliën samen met dode zeezout en dat zorgt ervoor dat de huid echt onmiddellijk een boost krijgt aan voeding en echt gezond is. Je merkt dat ook effectief na een scrub. Zoals gezegd is dat ook ideaal voor in badwater. Wanneer iemand een drogere huid heeft of een probleemhuid of gewoon zelfs zin heeft in een
luxe zelfmomentje, dan kan die de body scrub in het bad doen en dan gaat het badwater heerlijk de huid voeden. Daarna heel goed afdeppen en de body butter gebruiken. De body butter is een hele rijke buttercrème. Het is geen lotion. Een lotion bevat tot 90% water en is zeer uitdrogend voor de huid. Onze body butter is echt perfect voor mensen die een hele goed gevoede, zachte huid willen. 'S Morgens en 's avonds een heel klein laagje aanbrengen. Indien mensen in de zon hebben gelopen of verbrand zijn, is onze body butter de perfecte aftersun, ook voor kinderen. Van zodra mensen merken dat ze wrijven en dat er nog vliemetjes afkomen, hebben ze te veel gebruikt. De bedoeling van zelf is om in de huid te trekken. Wanneer je blijft wrijven en te veel hebt gebruikt, ga je merken dat het op de huid blijft liggen, dan hebben ze te veel gebruikt. Dus de body butter is voor het ganse lichaam ook een heel goede handencrème. De body wash is eigenlijk net hetzelfde. Weer die hele rijke ingrediënten. Ideaal om de handen mee te wassen, het lichaam mee te wassen. Zeker die mensen die problemen hebben met de huid. Zeep is heel agressief. Dat valt de buitenste huidlaag en de huidbarrière aan. Onze body wash is weer volledig gemaakt met al die notenolie. Gaat toch lichtjes schuimen. Het is een schuim vanuit een natuurlijke plant. Waardoor mensen het toch een beetje een schuimend effect hebben. Maar het is geen zeep. Het gaat gewoon heel goed jouw lichaam reinigen. Maar tegelijkertijd opnieuw weer voeden. Ook de haren mogen daarmee gewassen worden. We hebben heel veel kinderen met eczeem op het hoofdje. Hun haren kunnen daarmee gewassen worden. En dan hebben we onze drie lichaamsproducten gehad. Dat is één basisset van zelf die we hopen elk jaar wat uit te breiden. Maar enkel met die producten die mensen effectief nodig hebben. Verschillende producten hebben bij ons een dubbele werking. Met steeds één ding voorop. De huid voeden. De huid herstellen, zorgen dat het antibacterieel en tegen infecties gaat werken, zorgen dat celvernieuwing op gang wordt gebracht, collageen wordt gestimuleerd, dat er fijne rimpeltjes worden verwijderd. Dus vandaar zijn onze producten voor een zeer, zeer brede doelgroep bruikbaar. Indien jullie nog vragen hebben of iets niet duidelijk is, laat het mij alsjeblieft weten en dan hoop ik heel snel met jullie even af te spreken om te kijken hoe ik jullie kan verder helpen. Dankjewel.